De kapconstructie van het nieuwe gebouw van de Nationale Assemblée aan de Henk Aronstraat is vanmorgen ingewijd. Tijdens de inwijding waren de voorzitter, de ondervoorzitter en enkele parlementariërs aanwezig. In het 18e eeuws gebouw werd de eerste vergadering van de toenmalige koloniale staten gehouden in augustus 1887. In 1975 werd de naam veranderd naar het parlement van de Republiek Suriname. Het noodlot sloeg toe toen in augustus 1996 het monumentale pand volledig afbrandde. Volgens Mahindra Yogi, hij is voorzitter van de bouwcommissie van DNA, is het een belangrijke dag voor het parlement met het bereiken van een andere fase in de bouw. En volgens ondervoorzitter Deo Charman zal het bouwwerk een bepaalde functie vervullen in de samenleving. En ik denk dat we haast hebben, laat mij dat uitdrukkelijk aangeven, dat we haast hebben. En we hebben de zaak bekeken samen met de commissie van het parlement, met de architect en met iedereen. Wat hier gebouwd wordt is prachtig, maar we moeten een vergaderzaal hebben, voorzitter. En ik denk dat na dit moment, na vandaag, wij met z'n allen moeten gaan naar het traject om inderdaad te komen tot de bouw van onze vergaderzaal. En dat we moeten proberen binnen deze regeringstermijn zover te zijn dat voorzitter van het parlement, de heer Marinus B., inderdaad enkele vergaderingen van de Nationale Assemblée in het nieuwe parlementsgebouw kan houden. En dat de leden die zitting hebben in het nieuwe parlement inderdaad getuigen mogen zijn van het functioneren van het nieuwe parlement. Maar we kijken inderdaad uit naar de verrichtingen vanuit dit gebouw, dat dat het hoogste punt mag zijn, dat we inderdaad hier kunnen werken, hier kunnen vergaderen. En ik ben erg enthousiast omdat ik zie dat de vorderingen gestadig gaan en dat het inderdaad verwachtbaar is dat het binnen niet al te lange tijd in deze termijn zittingsperiode we inderdaad van de mogelijkheden gebruik kunnen maken om hier te vergaderen. Voor DNA-voorzitter Marinus B. is het erg belangrijk om te starten met het project en die ook echt af te ronden. Dus ik ben blij dat ik nog steeds heb gezien oplevering januari 2022. Ja, dus meneer Yogi, met datgene wat we in ons vooruitzicht hebben om een vergaderzaal bij te bouwen, denk ik dat als we met z'n allen keihard eraan werken, dat we dat doel zeker gaan halen. Belangrijk vragen we dat alles hier correct plaatsvindt, ook de veiligheid van de werkers. Ja, want het is een groot stuk werk dat hier wordt neergezet. En voor die democratische beleving is het altijd goed dat je fysiek en logistiek goed kan worden neergezet. De Nationale Assemblée in het kader van onze trias politicas is een heel belangrijke poot. En wij geloven erin dat door keihard te werken, door die gedachtegang die wij naleven van scheiden der machten, dat dit gebouw ons die nodige boost gaan geven. Parlementsvoorzitter Marinus B. Hij is content met de vorderingen die er zijn gemaakt bij de herbouw van het afgebrande parlementsgebouw aan de Henk Aronstraat. Het ligt in de bedoeling, of het ligt in de planning, het gebouw in januari 2022 op te leveren.